Dag lieve mensen, ik ben er weer. Ik ga twee stukjes voor jullie voorlezen. Helaas kan ik een week lang niet live komen. Mijn live is verwijderd door TikTok. Er waren veel pestkoppen in mijn live. Die mij aan het treiteren waren. En die mij dus gemeld hebben met TikTok. Ja, hoort een christen zo te zijn? Want ik denk niet dat een christen zo hoort te zijn, hè? Verder wil ik er eigenlijk niet echt op ingaan. Ze hebben ook, maar ik wil wel zeggen dat ze ook gelogen hebben. Want er schijnt een schending van taal geweest te zijn in mijn lijf. Nou, niet door mij. Ik heb geen schending van taal gemaakt. Ik heb alleen gehouden aan de Bijbel. Ik heb dus niks verkeerds gezegd. Ik heb alleen gelezen wat in de Bijbel staat. En de Bijbel is de waarheid en er is geen leugen in de waarheid. Dus kan ik ook niks verkeerds gezegd hebben. Ik hou me ook alleen maar aan de Bijbel. Ik zal nooit schending van taal maken in mijn lijf. Ik ben een christen. Dus mij zie je dat ook echt niet doen. Dus hebben ze gelogen en hebben ze mij gemeld bij TikTok om mij van mijn lijf af te krijgen. Ja, hoort een christen zo te zijn? Ja, in elk geval hoort een broeder dat zeker niet te doen. Maar goed, ik ga twee stukjes voorlezen. En ik lees vandaag Jesaja 55 voor. Terwijl ook deze Bijbel, dan is de bladzijde 1154, Jesaja 55. O, al dorsteren, kom tot de wateren. En die geen geld hebt, kom, koop, eet, ja. Kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Nou, die gaat dus niet over echte eten en drinken. Dit gaat eigenlijk over het geloof. Want Jezus is het geestelijk voedsel van brood en wijn. Wijn en brood staan voor het geestelijk voedsel van de Heer Jezus. Dus het geloof moet gratis zijn. Dus daarom zeg ik, kom hier, koop, eet en drink zonder geld. Zo hoort het ook eigenlijk ook in de kerk te zijn. Dan snap ik heel goed dat de kerk om te houden worden. Dat snap ik heel goed. Maar verdienen op het geloof, rijker worden op het geloof, dat gaat echt tegen de Bijbel in. Dat gaat echt tegen de Bijbel in. Echt. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigd kan worden. Luistert aandachtig naar mij. Eet het goede. En laat uw ziel vreugdig scheppen in overvloed. Ja, waar een beetje brood, waar een beetje geld af voor wat geen brood is. En zoals ik zei, brood is het geestelijk voedsel van de Heer Jezus. Dus met andere woorden, waar een beetje geld af voor geloof wat geen geloof is. Want geloof hoort gewoon gratis te zijn. En laat uw ziel vreugdig schepen in overvloed. Goed, dan snap je zeker ook wel waarom Jezus zo kwaad werd in de tempel. Je weet, iedereen kent een stukje wel dat Jezus die tempel inkwam. En al die mensen die kocht en verkocht, die gooien hij naar buiten toe. Of eigenlijk, die moesten naar buiten toe van hem. Hij was heel boos. Jezus was heel kwaad. Dan schrijf je ook wel een stukje, daar ga ik niet aan denken, ook wel. Ik zal het even verlezen. Bij Matthäus 21, 12. Toevallig ook deze Bijbel. Dan is de bladzijde 1562. En Jezus ging de tempel van God binnen. En dreef alle die in de tempel verkocht en kocht naar buiten. En keerde de tafels van de wisselaars om. En de stoelen van hem die duiven verkocht. Dus Jezus kwam de tempel binnen en hij dreef iedereen naar buiten die kocht of verkocht. En hij keerde de tafels en de wisselaars om. En de stoelen van degene die duiven verkocht. Die dus duiven verkocht. Ja, er staat duiven, staat ook voor een gelijkenis. Dat staat voor de Heilige Geest. Dus ze probeerden dus te verdienen aan het geloof in de tempel. Dat waren ze aan het doen. Dat waren ze aan het doen. Daar werd Jezus heel kwaad om. Hij werd kwaad om die mensen die kocht en verkocht in de tempel. En hij zei tegen hem, er is geschreven in mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Ja, de kerken, de tempels ook, zij zal een huis van gebed genoemd worden. Ja, en als je daarin gaat kopen en gaat verkopen, dan maak je daar een rovershol van.
Ja, dan zie je ze op een katholieke kerken. Daar kun je dus van alles kopen, zeg maar. Rozenkraantjes, of je kunt ook geld in doosjes stoppen. Dan kun je bijvoorbeeld een kaarsje aansteken. Nou, dat gewoon geloof wordt gewoon gratis te zijn. Ik snap heel goed dat kerken onderhouden moeten worden. Maar kerken die worden al onderhouden door de gemeente. De gemeente geeft ze geld dus. En er kwam een blinde en een kruipelen bij hem in de tempel. En hij genas hem. Nou, blinde en kruipen zijn ook weer gelijkenissen. Blinde, dus dat staat voor iemand die het woord even niet meer kan. Die je geen inzicht meer hebt in het woord. Die het niet meer begrijpt. Die niet meer begrijpt wat in de Bijbel staat. Die lezen de Bijbel dus blind. Die lezen de rollen blind, zeg maar. Die begrijpen dus niet meer wat de inhoud is van het woord. Dus die zijn genaste blinden, zodat ze weer inzicht hadden in het woord. Die inzicht hadden, dat we dus weer wisten wat het betekent. Dus de Bijbel weer konden lezen. Of de rollen konden lezen. Vroeger had je rollen. En hij genas de kruipen. Nou, de kruipen staat ook voor een gelijkenis. Dat zijn de mensen die niet meer met God kunnen wandelen. Zij genezen de kruipen, zodat ze weer met God kunnen wandelen. Zodat ze weer naast God kunnen wandelen. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden de wonderen zagen die hij deed. En de kinderen die in de tempel riepen: Hoezee, de zoon van David, namen zij het zeer kwalijk. En de kinderen die roepten dus de zoon van David. Die noemden Jezus de zoon van David. Ze waren het dus een zeer kwalijk. Maar kinderen staat ook vaak voor een gelijkenis. Vaak worden kinderen gezien als beginnende gelovigen, of als kleingelovigen, of als kinderen van God. Dus het wordt niet altijd letterlijk kinderen bedoeld. En zij zeiden tegen hem: Hoort u wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hem: Ja, hebt u nooit gelezen uit de mond van de jongeren, kinderen en van de zuigelinnen? Hebt u voor jezelf lof stand gebracht? En hij verliet hem en ging vandaar de stad uit naar Bethlehem en overnachtte daar. Nou, zoals ik al zei, een klein geloof, het is eigenlijk kinderen staan, de kinderen staan vaak voor kleingelovigen, maar of beginnen gelovigen. Maar die kunnen soms toch wel heel belangrijk zijn. Al ben je een klein, al is iemand een kleingelovige, hij is toch, dan is hij toch van noodzakelijk, staat in de Bijbel. Ik zal het even lezen bij 1 Korinthe. 1 Korinthe 12, 22. Ja, nog de leden van het lichaam die het zwaksten schijnen te zijn, echte, zijn van zeer noodzakelijk. Nou, wij vormen samen het lichaam van de Heer Jezus Christus. En wij zijn allemaal leden van het lichaam. Allemaal leden van het lichaam van de Heer Jezus Christus. En degene die het zwaksten schijnen te zijn in het geloof, zijn vaak van zeer noodzakelijk, staat er erbij. Dat is wel mooi, hè? Ja, maar nog de leden van het lichaam, die het zwakste schijnen te zijn echte zeer noodzakelijk. Dus al hebben sommigen zwak geloof, toch zijn ze soms van zeer noodzakelijk. Toch zijn ze belangrijk in het geloof. En aan de leden van het lichaam die wijs, en aan de leden van het lichaam die wij als minden ervaren, beschouwen. Vele wij grote eer. Onze oneerbare leden krijgen een grote eer. Dus de kleine leden krijgen ook een grote eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Nee, de grootgelovigen hebben geen veel eer nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengevoegd dat aan het leed dat tekort komt. Grote eer geeft. Dus aan de leed dat de kot komt, krijg je zelf een grotere eer. Zo zie je maar. Ja, dat is eigenlijk wel een mooi stukje. Nou, mensen, dit was het weer. Voorlopig zou ik deze hele week af en toe een filmpje maken. Ik kan een week lang niet live komen, helaas. Ja, maar ik vind het zelf niet zo erg. Heb ik wat meer tijd om Bijbel te lezen, om meer tijd om te leren ook. Het is alleen jammer dat het op deze manier moest. Maar goed, ik zal deze week wel af en toe een filmpje maken, dat wel. Nou mensen, tot ziens. Doei hè. Doei.